Stel je het volgende voor. Een oude luchtmachtbasis wordt teruggegeven aan de natuur. Wat daaruit volgt is een prachtig gebied vol met cultuurhistorie, militaire historie en geweldige natuur. Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Nou, zeker niet. Utrechts landschap laat met Park Vliegbasis Soesterberg zien dat het absoluut mogelijk is. Ik ben Joeri en ik neem je vandaag mee door dit fantastische natuurgebied. Een van de meest in het oog springende dingen hier op Park Vliegbasis Soesterberg is dit, de landingsbaan. Een aantal kilometer lange landingsbaan waar vroeger nog de straaljagers hier zo konden landen en de helikopters overvlogen, maar je nu kan genieten van het geluid van de veldleeuwenrikken. In de grasvelden langs de landingsbaan broeden ieder jaar zo'n 130 tot 150 paardjes veldleeuwenrikken. Om deze veldleeuwenrikken tijdens het uitbroeden van hun eieren en het grootbrengen van de jongen zoveel mogelijk rust te geven, wordt de landingsbaan ieder jaar van 15 maart tot en met 15 augustus afgesloten voor het publiek. Het Park Vliegbasis Soesterberg was aanvankelijk echt een Nederlandse luchtmachtbasis. Vanaf hier steeg de Nederlandse luchtmacht op en voerde ze vluchten uit. Nou, tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het ingenomen door de Duitsers. Die hebben er ook meteen een extra landings- en startbaan bij gegooid, want dat kwam hun wel goed uit. En toen de Tweede Wereldoorlog voorbij was, toen is het overgegaan in de Koude Oorlog natuurlijk al vrij snel. Toen kwamen de Amerikanen hier, die hadden hier een luchtmachtbasis van gemaakt, want ja, dat was toch weer wat makkelijker richting Rusland. En toen de Koude Oorlog op een gegeven moment voorbij was, heeft hier de Nederlandse luchtmacht nog een tijdje gezeten, totdat ze hier vertrokken zijn. En toen is besloten, joh, laten we er definitief natuurgebied van maken. Ja. En dat heeft er nu voor gezorgd dat wij hier kunnen genieten van vogels, van reeën en van een uniek stukje natuur in de provincie Utrecht. Deze dingen die vind je over heel het terrein. Vliegtuigshelters. En waar er vroeger vliegtuigen ingezet werden en dat het eigenlijk een soort parkeergarage was, is het nu een plek waar bijvoorbeeld vleermuizen en amfibieën hun overwinteringsplaatsen hebben. En op die manier wordt er heel nuttig gebruik gemaakt van de gebouwen die hier zijn blijven staan van toen het een vliegbasis was. En dat het nu eigenlijk elementen zijn geworden waar de natuur ook wat aan heeft. De vliegbasis kent ook een hele mooie populatie aan reeën. En hier zo achter mij in de bosjes liggen er vier lekker te slapen in het zonnetje. Het viel me op omdat toen ik er langs reed, ik op een gegeven moment tussen de boompjes een bultje zag liggen. Toen dacht ik al, hey, dat kan wel eens een ree zijn. Even gestopt, bleek het een mannetje te zijn die lekker lag te soezen in de zon. En vervolgens nog even verder gekeken, nog drie andere ontdekt. Dus als je hier bent, hou je ogen goed open. Neem eventueel een verrekijker mee en wie weet kan je ook reeën spotten. En als je dan een luchtmachtbasis hebt, ja, dan is er één ding wat natuurlijk niet kan missen. Munitie, bommen en granaten. En die werden opgeslagen in dit soort bunkers. En nu zijn die bunkers natuurlijk niet meer in bedrijf, want ja, we hoeven hier geen bommen en granaten meer op te slaan. Dus wat is er gedaan? Het is het perfecte habitat geworden voor vleermuizen. Want die bommen en granaten die moeten natuurlijk een beetje rond een constante temperatuur kunnen liggen. Je wil niet dat daar te veel schommelingen in zit. En laat de vleermuizen daar nou ook van houden. Dus wat je hier zo ziet, op een rij, allemaal munitiebunkers. En dat zijn allemaal onderkomens geworden voor vleermuizen. Op een aantal plekken op het terrein vind je dit soort watertjes, blusvijvers. Als er natuurlijk brand is en je hebt allemaal bommen, granaten en vliegtuigen, dan wil je het zo snel mogelijk kunnen blussen. Dus zijn er op meerdere plekken over het terrein dit soort vijvers aangelegd. Maar ja, die zijn nu niet meer nodig, want er staan geen vliegtuigen meer en er zijn geen bommen meer. Dus hebben ze hier poelen van gemaakt voor amfibieën en reptielen. En dat is fantastisch mooi om te zien, ingeplant met riet langs de zijkant, dus
een schuine kant erbij, zodat ze er makkelijk in en uit kunnen. En dit is gewoon met de natuur meewerken. Op deze manier is er een heel mooi habitat gecreëerd uit zo'n blusvijver. Hier zo in de bomen achter mij nog even een extra tractatie. Vogelconcert, allemaal leuke zangvogeltjes, sijsjes, puttetjes. Heerlijk. Wat een uitzicht, hè? Vanaf hierover zie je de hele vliegbasis en de omgeving. Je kan echt ontzettend ver kijken. Echt een aanrader als je hier bent om dit te bezoeken. Ik hoop sowieso dat jij genoten hebt van deze rondgang over Park Vliegbasis Soesterberg. Het is echt een schitterend natuurgebied, gecombineerd met veel militaire historie. En zou je het nou een keer willen bezoeken of een van de andere natuurgebieden van Utrechts landschap? Kijk dan even op de website www.utrechtslandschap.nl. En dan wil ik jou bedanken voor het kijken. Doei doei!